Hoi, in dit filmpje van de Vervida Academy laat ik je zien hoe makkelijk het is om een PDF toe te voegen aan de mediabibliotheek van WordPress. Om dit voor elkaar te krijgen ga je in de dashboardomgeving van je WordPress naar media, daar klik je op, vervolgens kom je in je mediabibliotheek. Ga nu via nieuw bestand en bestanden selecteren naar het betreffende bestand op je computer. Wij hebben hier een handleiding WordPress website bouwen. Die klik ik aan. Ik klik op open. En ik zie dat de handleiding WordPress website bouwen is toegevoegd aan de mediabibliotheek. Eenvoudig.